CRISPR-Cas, officieel CRISPR-Cas9, of onder vrienden gewoon CRISPR, is een techniek waarmee wetenschappers stukjes DNA kunnen openknippen. Zo kunnen ze erfelijke kenmerken veranderen van planten en dieren, en in theorie ook bij mensen. Stel dat dit stukje DNA het stukje is dat ervoor zorgt dat jij mucoviscidose hebt, een longziekte. Dan willen we dit stukje DNA veranderen. En dat kan met CRISPR-Cas9. Want Cas9 is een eiwit dat als eigenschap heeft in DNA knippen. Zet Cas9 bij DNA en Cas9 knipt in dat DNA. Om met die erfelijke eigenschappen te prutsen, moet dat Cas9 natuurlijk op de juiste plaats terechtkomen. En dus niet het DNA hier, maar hier knippen. Daarom moet Cas9 ook een GPS meekrijgen. Die GPS is een deeltje van de genetische code waar Cas9 moet knippen. En die kopie gaat op zoek naar zijn evenbeeld. Cas9 knipt dan in het gen. En dan zijn er twee mogelijkheden. In het geval van bijvoorbeeld mucoviscidose wordt er een nieuw, correct stukje DNA toegevoegd. In heel wat andere gevallen groeit het DNA weer willekeurig aan elkaar, maar is dat ene stukje uitgeschakeld. CRISPR-Cas is een geniale en revolutionaire uitvinding. Want met CRISPR kunnen we in de toekomst waarschijnlijk niet alleen mucoviscidose, maar ook heel wat andere erfelijke ziektes de wereld uithelpen. Maar nu helaas nog niet. CRISPR-Cas is nog maar 10 jaar geleden ontdekt. En voorlopig wordt het alleen nog maar gebruikt in de landbouw en wetenschappelijk onderzoek. Voor toepassingen op mensen en dieren is nog veel meer onderzoek nodig.